Sinds kort is de regio een bijzonder hotelrijker. In Boven-Leeuwen kunnen papegaaien een onderkomen vinden als hun baasje even niet op ze kan passen. Wij hebben hier een papegaaienhotel gestart voor mensen die op vakantie gaan, die dus hun vogel kunnen brengen. Net zoals een hond naar een hondenpension, brengen ze hier de papegaaien naartoe. Wij zijn sinds vorig jaar juni zijn wij gestart. Maar ja, vanwege de corona is dat natuurlijk allemaal iets anders gelopen als dat eigenlijk in de planning zat. En nu per 25 juni hebben we de officiële opening en dan zijn we echt officieel open. De passie van Mariana van Os en haar man hebben hun hobby, het houden van papegaaien, omgezet in een redelijk uniek concept. Er zijn wel een paar hotels, maar wij hebben een bijzonder uniek concept opgezet. Wat wil zeggen dat wij een foyer hebben van 10 bij 4 waar free-flight vogels kunnen vliegen. Vrij als mensen op vakantie zijn, maar wel veilig zodat ze niet weg kunnen vliegen. We hebben een binnenaccommodatie waar ze kunnen spelen. Dus dat ze niet alleen maar als jij ze brengt in de kooi blijven zitten en daar niet meer uit mogen pas als jij weer ze ophaalt. Dus ze spelen dan echt buiten de kooi. En we nemen ze mee in de woonkamer bij ons, zodat ze ook in de huiselijke sferen blijven. Mariana en haar man zijn helemaal in hun nopjes met hun hotel. Het is een genot om te doen. Het geeft zoveel voldoening. En het is ook wel zo dat je krijgt zoveel liefde van die vogels. Net zoals ik zeg, we hebben honden, maar de liefde die je van de vogels krijgt is niet te vergelijken met een hond. Want je hebt gewoon veel meer interactie. En dat is wat de mensen er ook voor over hebben om ze ver te rijden. Omdat ze eigenlijk als ware in hun ogen een kind wegbrengen. Papegaaienhouders weten het adres van het hotel al goed te vinden. Ze komen inderdaad vanuit Groningen, Limburg, België. Ze komen overal vandaan. Ze zitten soms 2,5, 3 uur in de auto om een vogel te brengen. Want ik zeg soms zelf, ze zijn gewoon een 4-sterrenhotel. We leveren alles wat we kunnen. We hebben 25 kooien. Dus stel dat je kleintjes hebt, dan zou je bijvoorbeeld 3 in een kooi kwijt kunnen. Maar is het 1 grote ara, kan er maar 1 in kwijt. Dus afhankelijk van grootte en van wat bij elkaar kan uit 1 gezin. Want ik combineer niks. Dus het is niet zo als jij een vogel brengt en de buurman brengt er ook 1, dat dat in 1 kooi gaat. Het blijft allemaal gescheiden, want we gaan geen risico lopen dat er gevochten gaat worden of wat dan ook. Dus veiligheid staat echt op 1. Oh, spannend hè. En nou zegt ze niks.